Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag al woensdag en ik heb deze hele week niks gefilmd omdat ik gewoon echt super ziek ben. En Eden is ook ziek. En ja, als je als moeder zijnde ziek bent, gaat het leven van moederschap gewoon door. En hij heeft dus heel veel slijm in zijn keel, dus in de nacht moet hij rechtop zitten, want anders stikt hij de hele tijd. Dus ik heb al twee nachten gewoon niet geslapen, omdat ik rechtop met hem ging zitten. En ja, je weet dat je dan niet echt lekker slaapt als je rechtop zit. Dus ik ben nu ook echt kapot. Ik heb gisteren wel vrijgenomen van werk. Maar ik voel me eigenlijk nog niet echt optimaal. Dus ik vraag me ook echt af waarom ik weer ga werken. Nou ja, ik weet het wel. Want ik wil niet te vaak ziek melden. Dan voel ik me schuldig. Voor mij komt Noorden ook nu echt precies aanrijden. Ja. Ja, hij is ook kapot hard. Nou, ik ga eventjes uitstappen en dan zie ik jullie zo. Ja, ja, daar is hij weer. De dag dat ik er niet ben, draag je skinny jeans. Maar nu... Ik zou niet durven. Je bent gewoon bang dat als ik er ben, dat je het gewoon niet kan dragen. Maar ik ging vooral schrikken dat jij zei van... Ik ben één dag ziek en dan gaat gelijk weer los. Ja. Dan ben ik echt gekomen. Maar zometeen hoor je het verhaal hoe het precies zit met die skinny jeans. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ja, nou, ik ben één dag ziek en ik zie opeens dat jij een, ja, even die microfoon hoor, even dat ding eraf. Dat jij opeens met een hele strakke skinny jeans naar werk bent gekomen. Ja, wat is dat nou? Het lijkt gewoon dat je dacht van, nou, vond ik is er één dag niet, yes, ik kan eindelijk weer mijn strakke broek uit de kast trekken. Ja, ik zag jouw story ook van, ik ben er één dag niet en hij gaat gelijk weer los. Ja, ik dacht, wat is dit nou? Ja, ik kon mijn ogen niet geloven. Het zat inderdaad iets anders en op internet, ja, dan kan je toch wel een beetje geframed worden als de skinny jean boy, wat is de laatste tijd gebeurd is. Mijn stylist, oma Mooney, kwam langs met een nieuwe outfit en die zei, weet je wat? Ik heb iets in de tas zitten, want dat moeten we ritueel voor jou verbranden. Dat mag je nooit aan doen. Hij had dus een skinny jean gekocht. En ik zei voor de gein, zal ik hem even proberen aan te trekken? En toen trok ik hem aan en toen ging heel, ja, iedereen in de studio ging helemaal stuk en dat werd gefilmd. Toen dacht ik, laat me dit gewoon op mijn story zetten om mensen gek te maken. Dus wil je dit nog even checken, check dan Norden Blessing op Instagram. Ja, ik heb hem ook op mijn Snapchat geplaatst. Heb je het op je Snap geplaatst? Ja. Nee, wat heb je erbij gezet? Hetzelfde als op Insta, ik ben één dag niet op werk en hij gaat gelijk weer los. Oh nee, ik ben echt bang voor je Snap, man. Ja, ze zijn daar echt wild hoor. Ik zeg eerlijk, mijn Snapchat-kijkers zijn anders dan Insta-kijkers. Van de vorige keer de grappigste reacties, wat vond je het grappigst? Ja, dat je aderen bijna eruit spatten door die broek. En van boven Noordin, van onder Noordina. Maar ik heb nu weer superleuke reacties binnengekregen. Nee, ik ben hier niet klaar voor. Mijn ego is net een beetje opgepoetst, man. Nou ja, zullen we ze gewoon even doornemen? Zeg het maar. Shania zegt, mijn legging zit niet in zo skinny. Mommy zegt, oh my god, dit kan echt niet. Mohammed... Ik kan allemaal mee van. Ja, ja. Maar ze zijn van normaal naar erg. Nee. Ja, maar even kijken. Quincy die zegt... Nee, Mohammed zegt... Hoezo draagt deze kerel zo'n strakke broek? Quincy zegt, wat is er mis met hem? Diana zegt, hoe krijg hij dit aan? Dat vraag ik me eigenlijk ook af. Ik heb met strakke broek dat mijn voeten echt moeilijk... Of mijn benen moeilijk inkomen. Dus laat staan jij. Want, nou ja. Natalie die zegt, dit is gewoon een legging. Hanna zegt, hoor dit skinny braka boys. Suus zegt, kan je hem vragen waar hij die legging vandaan heeft? Ik wil die ook. Nee, niet zo. Lina zegt, Hayek met deze boy. Lamour zegt, valt Noorden tegenwoordig op mannen? Nee. Dit is een vraag die heel vaak voorbij komt. Ja, omdat mensen gewoon echt niet weten welke kant je bent. Niks tegen gays en homo's, maar waarom denkt iedereen dat ik homo ben? Nou ja, omdat je altijd ja, best wel vrouwelijk praat. Je draagt strakke broeken. Dus... Sala die zegt, dit is zorgwekkend geworden. Roberto zegt, doen die man zijn ballen geen zeer. En Prusha, dat is de grappigste. Mijn dochter van twee keek mee en zegt, hoezo is die meisje kaal? Nee! Nou, ik zit nu alweer in de auto. En ik ga nu Eden ophalen. Davinio en zijn broertjes en moeder zijn nu in de zaal. Waar de première vrijdag is. Ze zijn met z'n allen aan het werk. Zo schattig. Ze zijn allemaal alles voor me aan het klaarzetten. Ja, Davinio regelt dus deze hele première in zijn eentje. Als iemand tegen hem zegt van een première gaat niet lukken, dan zegt hij gewoon van nee, dan ga ik het zelf regelen. En dat is echt precies hoe het gegaan is. En hij heeft vandaag allemaal drinken ingekocht, popcornzakjes,
Ja, het is echt niet normaal hoeveel hij allemaal heeft geregeld. Ik ben echt, echt trots op hem. Hij doet het echt goed. Ik ben ook zo benieuwd. Hij is zo extra dat hij voor een première een robot heeft ingehuurd. Een robot die langs, ja, die de sfeer een beetje sfeer maakt daar zo bij de première. Maar ik zeg je wel eerlijk, als je zeg maar binnenkomt bij een première, zijn gewoon van die staantafels. Je kan een beetje borrelen en praten met mensen. Maar ik denk dat zo'n robot het minder awkward maakt of zo. Maar ja, hij is echt aan alles gaan denken. Een fotowand, een videograaf, een fotograaf. Ik ben echt benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ga jullie straks laten zien hoe de zaal eruit ziet. Ja, ik ben gewoon niet meer dan trots op hem. Vini was al hard bezig. Wacht, en zijn broertje. Oompie, Denzel. Oompie. Ik denk dat er wel echt veel meer stoelen nodig zijn. Komen denk ik echt... Ik heb echt heel mijn Snapchat-lijst uitgenodigd. En heel mijn Insta-lijst. Dus ik ben benieuwd. En Davinio ook, hè. Davinio komt ergens, zegt hij, hey, wat doe je vrijdag, kom je ook? En dan houdt hij niet bij, hè. Waar deed hij dat ook alweer? Volgens mij die gender review had hij ook gewoon iedereen random gewoon uitgenodigd. Ja, ik denk dat er echt wel 100 tot 150 mensen komen. Nou, we gaan het zien, jongens. Kijk eens, oma. Waar staat het beerthuis in de zonder bril kan je het nog zien, oma. Zie je dat? Speciaal voor mijn oma gedaan dan, mensen. Mijn oma die heeft zulke glazen in de bril. Dus als zij vrijdag komt naar de première, kan ze alles... Oh, wat is dat dan? Oh, toebiten. Ah, ja, nee, precies. Dat kan ik goed lezen. En is dat helemaal niet wat voor mijn oma natuurlijk. Hallo jongens, het is vandaag donderdag en morgen wordt deze vlog online en ik heb letterlijk niks gefilmd, dus ik ga denk ik deze vlog zaterdag plaatsen, want ik heb niks om te filmen. Nou, ik ga nu naar Amsterdam, ik ga even naar het treinstation Sloterdijk, want ik ga Dima ophalen en dan gaan we samen naar de Tata's 2 kijken. We hebben nu een screening voor Gas en Crew. Dus ik dacht van ja, lijkt me wel leuk om te kijken. Davinio kon niet mee omdat hij in die zaal bezig is natuurlijk. Alles klaarzetten. Dus ik dacht nou, misschien vindt Dima het wel leuk om mee te gaan. Dus very supportive, very nice, very cool. Dus ik ga even met haar de Tata's 2 kijken. Daarna ga ik even naar de Sligro nog een paar dingetjes halen voor de première. En dan ga ik alweer naar Almere toe. Dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik heb geen lash op, want ik voelde me gewoon vandaag zo'n dag van ik wil geen wimpers op even vandaag. Soms heb je die dagen en dan morgen wil ik wel weer fleek to the fleek. Oh ja, ik heb ook een pruik laten maken van haar dat ik had ingekocht. Alleen ik ben niet heel tevreden over de kwaliteit. Het is dezelfde fender als dit haar en dit haar is echt amazing. Het valt niet uit. Het blijft stijl. En deze ik had gebracht. Dat was Burmese Curly. Nou, die krullen laten los aan alle kanten. Dus dat is helaas wel jammer. Maar ik ga het morgen laten installeren door Dio. Zij is echt... ja, als zij mijn haar installeert ziet het er echt veel mooier uit dan als ik het zelf doe. En morgen moet ik natuurlijk wel een beetje fliek ingaan. Ik heb ook helemaal geen outfit. Dus morgen even tijd zoeken om even snel in de stad iets te scoren qua outfit. En dan breng ik het dag erna terug. Nee, grapje. Ja, misschien wel. Maakt niet uit hoeveel geld ik heb. Ik zal altijd skeer blijven denken. Ik zeg je eerlijk, dat is echt die mindset hoor. Die outfit ga je misschien toch maar één keer aandoen. Ik heb als ik zo'n event heb, ik word gezien in die outfit. Ik ga het niet nog een keer dragen. Dus kan ik het net zo goed terugbrengen. Maar dan moet ik wel voor zorgen dat er geen remspoor of iets... gebruikssporen in zitten. Nee, grapje, zo vies ben ik ook weer niet hoor. Ik zie altijd topics dat mensen zeggen van Volker lijkt me echt onhygiënisch. Maar dat komt gewoon omdat ik mezelf altijd film als ik geen make-up op heb. Maar als ik gewoon elke dag netjes aan te zien zou mensen dat niet over me zeggen. Ja, of misschien wel, ik weet niet. Nou ja, boeien me ook niet. Drie keer raden wie me niet kan vinden. Oh, ze loopt vast. Hallo! Daar is ze hoor. Mijn wimpers zijn helemaal nat geworden. Allemaal natte wimpers. Nee, maar zijn niet uit model of zo? Nee. Nee. Kijk. Nou, dan gaan we hoor. Dat is 2. Met 3 minuten of fame. Zeiknat. Haar is ook niet mooi. Ik kon net zo goed geen pruik op doen, joh. Ja,
Die gebouwen staan hier al 100 jaar. Ottomaanse tijd hier al eens. Ja, dat is ook een van de redenen. Delen, dan kunnen we kijken of er misschien iets anders mogelijk is. Weet ik veel, renovatie of... Ja. Heel goed idee. Gaan wij zeker doen. Ik heb die doeken gewoon nodig, hoor. Doe maar lekker. Kom nou. Op. Die was even Eden aan het entertainen. Gewoon even wat eten. En dan zat de volgende dag alweer te wachten op ons. Ja, de bloemen zijn gehaald. Hierachter ook nog een paar. Was net de emmer omgeflikkerd. Moesten ze allemaal opnieuw gezet worden. Nou, ik ga rustig rijden, want ik heb geen zin in natte bloemen. En een natte kont. Nou, ik ben nu bij Dio. En zij is ja, de beste in Almere met het installeren van je wigs. Ze doet trouwens alleen wigs die nog niet zijn gedragen, toch? Ja, alleen nieuwe. Ja, want ik eerder heb ze wil niet zomaar bij je fietsenbruik werken. En zij gaat even mijn haar fixen voor de première. Ik had een poll gemaakt op Snapchat. Zal ik stijl haar doen of krullen? En 66% zijn krullen. Dus we gaan nu even iets moois van maken. Het is trouwens haar wat ik zelf had ingekocht voor, ja, binnenkort wil ik dus haar gaan verkopen. En ik ben niet echt tevreden over de kwaliteit. Maar we gaan kijken of we er iets moois van kunnen maken. Ik ben nog steeds een klein beetje ziek hoor, maar het gaat wel beter dan de dagen ervoor. En dan ga ik snel naar huis mijn make-up fixen. En dan ja, laat ik jullie wel weten, want ik moet ook echt naar de zaal toe gaan straks. Want alles wordt nu geleverd. De decoratie, het eten, fruittafel. Gelukkig is Davide al wel daar. Dus eigenlijk hoef ik niks te doen. Ik hoef mijn hersenen niet te gebruiken. Zo fijn als je een man hebt die dat allemaal doet. Ik heb iets gedaan met de kant. Kijk hier jongens, die heeft me geregeld. Maar zo pretty! You know she ate 8x8 paarden. Ik zet haar kanalen in de beschrijving, dus ga dit sowieso checken. Nou, ik ben uit mijn outfit hoor. Dit is het geworden. Toch niet de outfit die Femke aan me had gegeven. Want voor haar is het oversized, maar voor mij zat het gewoon net goed, zeg maar. En het moet wel echt oversized zitten. Dus dit is mijn outfit geworden. Mijn haar, echt alles klopt gewoon vandaag eindelijk. En Dima is er ook. Hallo. Gezellig. Echt. De ene keer zie ik je een paar weken niet. En nu opeens 3-4 dagen achter elkaar. Echt twee mannen. Nou, dit is de rode loper. Als je binnenkomt, kan je een welkomstdrankje pakken. En op de rode loper. Je kan je sushi pakken. Oh my god, het ziet er echt goed uit. Van Naya's Kitchen. Jullie weten, ik hou je altijd. Hier wordt de fruittafel klaargemaakt. Maar ik ga je straks het eindresultaat laten zien als het helemaal klaar is. Back then, and you know how it goes when I see you again. You know I'm making my way to your ends, and you know I need you to be there for me. You a little post-so baby, you a little 48 baby. Got a little candy in a pocket, she gon' take off like a. You already know. Kijk hoe gezellig, zie ik ook. Mijn zusje en ja, Dima is eigenlijk net zo groot zoals jullie lijken. Ik ben echt kapot. Dima's zusje is er ook bij, ik zet alleen de voet even erop. Nou, het was echt een lange dag. Mijn social battery is gewoon echt op. Socialize vind ik moeilijk, maar dit was gewoon mijn eigen event, dus ik kon niet weggaan. Zo raar als ik als eerste weg zou gaan. Maar ik ben echt blij dat iedereen de docu zo mooi vond. Er zijn echt veel positieve reacties opgekomen. Jeetje, het lijkt echt alsof ik een blauw oog heb, joh. Nou ja, in ieder geval, morgen gaan wij naar de open... Waarom film je mij? Nee, niet mij zo filmen. Nee, ik zit echt bij zo'n papzak. Dat is niet zo.
Nou, morgen is de opening van Robin. En dan gaan we met z'n allen naartoe om haar te supporten. En nu gaan we even goed langkijs kijken. We waren van plan nu te kijken, maar Dima die moest zo nodig pas gaan kijken. Nee, ik vroeg aan jullie, hebben jullie honger? Jullie zeggen allemaal nee. Ik denk, oké, nou, ik maak mijn theetje gaan kijken. En toen hadden jullie opeens allemaal honger. Nee, dat is niet zo gegaan. Jawel. Dus... Ik zei, willen jullie allemaal pizza? Jullie zeiden allemaal ja, behalve ik. Ja. Ja, eerlijk, Angelique, is het zo gegaan? Hoe is dat gegaan? Wie wilde pizza als eerst? Kaas. Wie wilde als eerst? Vonneke. Ja, Vonneke. Ja, oké. Okay. Dus nu wil Dima wachten tot de pizza er is. Dat we dan... Vonne. Yeah. It hits different als je kijkt. Ja, oké, ja. Ik heb drie vriendinnetjes. Drie? Zo. Ik heet veel. Kaas. Moet ik. En de andere heet... Tosti en de andere ham. Dus ham, kaas, tosti. Oké, okay, maar... En dan hebben we... Zelly. Zo. Goedemorgen zeg. Je ziet dat jij net wakker bent, joh. Die heeft iemand tas gevonden, dus nu loopt niet alles eruit te graaien. Met Angelique. Die is met haar tand door de lip gegaan. Ga maar even zitten, anders ga je vallen, ja? Ga maar daar zitten. Iedertje is ook gezellig mee. En we gaan naar de opening van Robin. Dit is mijn outfit. We waren met te veel mensen, ze konden niet met de auto's. Gewoon met de bus. Maar een klein stukje, vier haltes. Dus, prima, Marco, prima. Ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. Sorry voor alle chaos. We gaan nu open. Yeah. Hey! Jij vasthouden, lieverd. Ja, mag ook als je dat wil. De winkel is echt prachtig geworden. En ik ga jullie even een rondleiding geven. Ik moet even opletten dat ik geen mensen film op de achtergrond. Nou, dit is het draairad. Ze gaat allemaal prijzen weer geven. Ik kan een Dyson stofzuiger winnen. En een airwrap. Dit zijn de Kimais met rokken. Zo mooi die kleuren. En de hoofddoeken. En hier heb je... Het hoekje met de boekjes. Het is ook echt mooi dit hoekje met die lampjes. En dit is echt mijn favoriete hoekje met de kinderkleertjes. Goedemorgen jongens. Nou, zoals jullie weten is de vlog van vorige week niet online gekomen. Omdat, ja, we waren bezig met die première. Ik moest zoveel dingen doen. Dus het was me niet gelukt om de vlog te editen. En ook omdat ik natuurlijk daarna schoonmoeder ben. En mijn leven gaat gewoon door. Werken ook. Maar vandaar dat deze vlog even een weekje later online is gekomen. En ik dacht ook even van, het wordt me eventjes allemaal te veel hoor. Om ook nog die vlog te filmen, te editen. Ik zie er echt uit als een catfish. De video is nu in Turkije, dus ik doe iedereen ook alleen. En het is toch wel zwaar hoor. Kijk, zijn haartjes groeien. Hij had echt heel veel haar toen hij geboren was. En daar is het allemaal uitgevallen. Dus nu groeit het weer terug. Hij heeft mij vannacht echt wakker gehouden. Maar ik ben deze... dagen vrij, want ik ga later ook naar Turkije. Dus dan wordt het onze eerste vakantietje met z'n drietjes. En Nebu gaat ook gezellig mee, dus dat wordt echt super leuk. Maar ik moet nu dus... Nu moet ik alles gaan doen. Nu moet ik zelfs een koffer gaan klaarmaken voor een baby. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat gaan. Want eerst was het gewoon van, ja, je pakt voor jezelf alles in en zo. Maar nu moet ik ook aan deze kleine denken. Hij groeit echt super snel. Hij is al 4 maanden bijna. En dan kunnen we hapjes eten.
Yay! En hou die spenis in je mond. Het is me opgevallen, ik heb letterlijk elke speen die er bestaat geprobeerd. Maar hij spuugt ze allemaal uit. Robin heeft me geforceerd om mijn bibs te halen. Die spuugt hij ook uit. Speden! Nou, hallo jongens. Ja, zoals jullie zien zie ik er nu uit. Ik moet echt even bijkomen van die afgelopen dagen. Zoveel prikkels. Echt. Ik merk dat ik heel erg moe ben. Dus deze vakantie kan ik echt even gebruiken. Nou, ik ga de vlog afsluiten. Ik vond het leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Als deze video online is, dan staat mijn docu online. Het is al 8 november geweest, toch? Ja. Dus ga mijn docu checken. Het staat op NPO Start. Het is gratis, dus je hoeft geen abonnementkosten te betalen. Je kan gewoon de app downloaden. Je kan op de tv downloaden, NPO Plus. Maar je kan ook naar de website en het daar checken. Het heet Vonneke Exposed. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Ik ben echt benieuwd. Ik ben zo benieuwd naar de reacties. En ja, tot de volgende video. Vandaag ga ik ook naar Turkije toe. Dus volgende week vrijdag is er gewoon een leuke vlog in Turkije. Voor het eerst met Eden naar het buitenland. Dus ik heb er echt veel zin in. En ik hoop jullie volgende week weer te zien. Ciao!